het is gewoon super om met lokale producten te kunnen en te mogen werken. En dat, dat proef je en dat is gewoon heel leuk om mee te kunnen werken. We zijn hier bij restauranten Landerijen en het ligt op de grens van Reewerkdorp en Waddinxveen. En we gaan met hun praten over streekproducten uit het Groene Hart. Want ze hebben er bewust voor gekozen om alleen maar met producten uit het Groene Hart te koken. Waarom doen ze dat? Dat wil ik graag weten. En we gaan met ze naar boerderij Olieman om te kijken waar de kaas, boter en eieren vandaan komen. Waar is die? Die is 16 kilo. 16 kilo ja. Groene Hart eigenlijk. Ja, precies. Ja. Nu heeft u bent zelf kazende boer. U zit in het Groene Hart, sterker nog in Reewijk. Aan de Oud-Reewijkse weg is dit. Ja. En dit is de schatkamer, mag ik wel zeggen. Hè? Ja, precies. Kamer. Ja. Ja, hoeveel kaas het gele goud, zeg ik wel eens. Het gele goud. Hoe lang maakt u al kaas? Al ruim 40 jaar. Wat is er leuk aan zelf kaas maken? Ja, je maakt een eindproduct. Je maakt een product dat direct klaar is voor de consument. En, ja. We verkopen zelf ook aan de consument. Ja, dat is echt, ik heb altijd mijn werk met passie gedaan eigenlijk. Ja. Want het is niet alleen dat u de kaas maakt. De melk komt ook van uw eigen koeien. Precies. Dus van het begin tot het eind, duurzamer kan eigenlijk niet. Nee, de koeien die halen het gras in het land en... Ja, als er dan een eindproduct dat direct klaar is voor de consument, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nu maakt u niet alleen zeg maar gele kaas, de harde gele kazen, maar ik zie ook, dit is dan komijnenkaas waarschijnlijk? Ja. Kruidenkaas? Ja, verschillende kruiden. We hebben ongeveer 10 soorten kruiden. Ik zie oude kaas liggen. Ja. Die maakt u ook zelf? Althans, die blijft hier net zo lang totdat hij oud is? Hoe lang is dat ongeveer? Ja, dit is wel 3-4 jaar oud. 3-4 jaar oude kaas? Ja. En dat ligt gewoon in Reewijk? Ja, die leg ik dan eerst een tijdje in pakhuis. Ja. Bij de handel weg. En dan, als ik ze nodig heb, dan haal ik die weer terug. Hoeveel kaas maakt u per dag? Ja, ongeveer 30 kazen per dag. Ja, dus het is echt een bedrijf in een bedrijf. Ja. We gaan straks bij de landerij kijken. Daar gebruiken ze ook uw kaas. Wat is er nu zo bijzonder aan kaas uit het Groene Hart? Ja, het is heel zacht en het is smedig. Het is echt romig. Het is heel lekkere kaas. Ik zal zo meteen wel eens even een boor erin steken. Ik wil graag wel proeven, dus ga u gewoon, zou ik zo zeggen. Dit is een kaas, die staat extra belegen. Wat houdt extra belegen in? Dat die ongeveer 8-9 maanden is. Liggen rijpen heet dat. Heb je liggen rijpen, ja. Ja. En dat, ik zou zeggen, proeft. Ik ga zeker proeven, heerlijk. Lekker. Heerlijk. Ja, dat dacht ik ook. Mooi. Dan blijf je vol, van het eten. Zacht, romig, maar toch even net wat pittiger dan jonge kaas. Ja. Smedig, betekent dat romig? Ja, romig, ja. Weet je dat voor de volgende keer. Dank u wel voor het gesprek. Alsjeblieft. Erwin, daar ligt hij dan. Een gele kaas. We hebben hem net bij Olieman bekeken. Ja, harde gele kaas. Maar ik zie ook niet harde gele kaas. Nee. Jullie kaasplankje. Nee, dat zijn variserende kaas eigenlijk. Uit het Groene Hart van Oudwijker uit Lopikerkapel. Dat zijn inderdaad combinaties tussen koeien en buffelmelk. En dan van Nederlandse bodem. Ja. En dan, ook bijzonder. Heel bijzonder, ja. Erg mooi en erg lekker. Ja. Ja, want dat is wel even, hè. Die kazen komen ook uit het Groene Hart. En eigenlijk zijn jullie een voorbeeld van het Groene Hart. En streekproducten. Ja, we proberen eigenlijk alles met het Groene Hart te koken. Ja. We maken een mooi BKE-menu. En BKE is afgeleid van boter, kaas en eieren. Dus hoe lokaal wil je het hebben? Precies. Nou ja, en dan maken we een 5-gangen menu met zoveel mogelijk producten uit het Groene Hart. Ja, en het komt echt allemaal uit de buurt. Heel duurzaam, heel puur van het Groene Hart.
Hoe belangrijk vind je het om met die producten, streekproducten te werken? Ja, heel belangrijk. Je hebt zulke mooie producten in de streek zitten. Zoveel lokale boeren om je heen. Dus je hoeft het niet ver weg te halen. Ja. Dus het zou raar zijn om aan de kant van de wereld je vlees vandaan te halen als het hier in de weilanden loopt. Oeh, zo. Kijk eens Erik, dat ziet er lekker uit. Als u. Je hebt je best gedaan. Uiteraard, maar uiteraard. Wat is hier nou Groene Hart aan? Ja, wat niet, wat niet. Het vlees is een runderribeye van slagerij Meurs uit Reeuwijk. Ja. En de runderen die zijn lokale runderen, die worden ook lokaal geslacht hier zo. Eidooier van Odiman. Hollandaise saus, er zit roomboter in verwerkt en eidooier. Dat komt ook bij Odiman vandaan. Een kaaskrumbel, dus ook van Odiman. Ja. Pompoen, die komen uit Nieuwveen. Die haalt mijn collega op langs de weg, worden ja. die verkocht. Dus ja, eigenlijk alles. Alles is Groene Hart. Ja, dus ik ga eigenlijk een bord Groene Hart eten? Ja, eigenlijk wel. Spannend, ik eet ga proeven. Smakelijk. Ja, het is gewoon super om met lokale producten te kunnen en te mogen werken. En dat, ja, dat proef je en dat is gewoon heel leuk om mee te kunnen werken. Ja, ja heerlijk. Die saus is ook echt lekker. Ja, ja. Dankjewel. Lekker romig. Ja. Smakelijk.